We gaan nu beelden laten zien van een hele brutale inbreker. Hij komt heel rustig over en juist daardoor zet hij mensen op het verkeerde been. De Westvarkenoordseweg in Rotterdam-Zuid. Een brutale insluiper wordt hier wel opgemerkt, maar mensen hebben niet meteen door dat de man kwaad in de zin heeft. Hij belt op dinsdagavond 21 januari aan bij een 88-jarige bewoner. De man die zegt tegen de bewoner dat hij van beneden is. En die man die vertrouwt dat, want er is vaak zorg aan huis. Dus doet de deur open en laat de man binnen. Niet veel later komt de zoon van de bejaarde man op bezoek. Hij ziet dat de insluiper bezig is in de slaapkamer van zijn vader. Maar ook hij denkt eerst dat het een hulpverlener is, omdat de man rustig blijft. Hij loopt door naar de woonkamer, ziet daar zijn vader en krijgt dan argwaan. Dus wat hij doet, is hij loopt terug naar de slaapkamer om naar die man te lopen en ziet dat de man er vandoor gaat. De man gaat er vandoor met 3 telefoons, waaronder een seniorentelefoon. De vraag is duidelijk, wie is deze man? Voor tips kunt u bellen met de politie Rotterdam, telefoonnummer 0800 60 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000.